Ik kan me nog, voor de Tweede Wereldoorlog kan ik me nog een heel hoop dingen kan ik nog herinneren. Ik kan nog, toen ik, ik was nog op de kleuterschool. En toen later toen ben ik in, ik heb altijd op de christelijk volksonderwijs. En toen ik ben eigenlijk in 31 toen ik daar geboren ben, daar ben ik daar geboren in de Noordhoekstraat. In Enschede, ja. Mm-hmm. Mijn vader die is 10 jaar bij de politie geweest, maar die wou graag naar Enschede toe, weet je wel. Maar dat ging niet. Maar hij werd ook dwars gezeten door zijn hoge piet van de politie. En toen heeft hij ontslag genomen in 1930. Ja, dat was net in die slechte tijd met die crisis, dat was werkloosheid, hè. Ja. En ik kan me dat nog herinneren, toen dat ik door als kleine jongen, was ik gelukkig 4 jaar, dat ik door een auto zag. Hoeveel broers en zussen had u? Ik had 1 zuster. Oké. En ik had... want 4 jongens samen, dat was ik zeg te gek. Mijn broer die nog leeft, die woont op Veldhofland. En mijn andere broer, dat was Gerrit dan, die is daar gesneuveld. En dat was Chris. En die... ook een hele tijd niks hoor, was hij bij de Kriegsmarine gegaan. Die was in Berlijn. Ja. En hij wou, kwam hij te werken als gewoon van de matroos, maar op die vliegboten, die grote, weet je wel. En die is bij Koningsbergen, is die gevangen genomen. Daar hebben ze heel zwaar gevochten, want dat is gewoon. En er was een zo'n fanatieke, zo'n nazi, weet wat, van alles tussen. En dan hebben ze gewoon die vent kapot geschoten en hebben ze zich overgegeven aan die Russen. Nou, dat is ook niet zo best geweest toen ik zo was. En toen later, is er met een Duitse jongen, en zijn ze ontsnapt uit een krijgsgevangenkamp hoor. En helemaal de Finland, hè. En ik kwam weer over Duitsland, West-Duitsland, kwam hij binnen. En toen op een hand, ja, het gekke was, die vader, die werd 2 keer werd die opgepakt bij de ziekenhuisdienst. Oh ja? Dat kantoor, dat was daar vlak bij het Volkspark. En werd hij ook gearresteerd, maar hij kwam, doordat hij, ja, mijn 2 broers zijn Duitse dienstman. En heeft hij die hoofd van de ziekenhuisdienst, die heeft gewoon tegen mijn vader gezegd, nou zeggen. Er was eentje van mijn moeders kant, die was echt geloof in de NSBN, maar ook in de NAT. Yeah. En die heeft mijn vader aangebracht. Oh. Mijn vader die kwam, 1 keer die heeft in Ahoos gewerkt. En dan kwam die bij het station aan en er stonden een paar van die SD'ers daar te wachten. En die pakte mijn vader op. Die werd meegebracht naar dat gebouw. En mijn vader die kon ook goed praten, maar die is 10 jaar bij de politie. Dus heeft ook al die goed politiewerk gedaan. En toen had die SD'er gezegd, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Wir machen keine Arrestatie. Mm-hmm. Nou, dat is goed. En pas was het dom. Een tijdje later, toen kwam die van de ziekenhuisdienst, die kwam bij ons aan de deur. En dan ging mijn vader weer daarin. En dan heeft mijn vader gewoon gezegd, ja, dit is de 2e keer dat ik gepakt ben. Maar weet wat is het geweest? Mijn vader was veel nodig, was bij de Communistische Partij geweest. Ja, vandaar. Maar toen Finland die viel, Rusland, Stalinistisch Rusland, viel Finland aan. Ja.
En toen heeft mijn vader me een keer gezegd wat het communisme was. Oh ja? En even helemaal afgeschaft. Yes. Door. En ik weet nog wel goed, toen we van Finland kreeg van mijn moeder kreeg 2 cent en mijn broer die kreeg ook 2 cent voor het Rode Kruis. Ja. En toen toen was ook met die tijd was ook die Spaanse burgeroorlog. Ja. Dat heb ik ook zo'n beetje meegemaakt. En mijn vader, die kon aardig goed knutselen. Die was, zolder als ik, een beetje knutseld met de radio. En die bouwde zelfs zijn eigen radiootje. Maar even later, toen in 1939, hebben ze zo'n nieuwe radio gekocht. Dat was Mende. Die werd in Duitsland gemaakt, maar die kocht hij. En toen... Toen werd er verboden, je mocht je geen eigen radio hebben. Nee, dus, precies. En toen kreeg je die centrale. Dat was van Hilversum. En dat was dat mocht je wel door luisteren. Duitse zender, zeg maar. Ja, was ook allemaal propaganda. Ja. Toen heeft mijn vader toch al zo heeft die radio ingeleverd. Had heel heel nieuw om te doen, maar hij deed het. Nou, en toen kwam dat die in 1940, toen die Duitsers die vielden Holland in, België en dat. En dat was op een man. En ik had een hoop gebrom en motoren en er waren Duitse vliegtuigen. Dat waren die dubbeldekkers. Hele zwerm. En mijn moeder die maakte ons wakker. Ik zeg, waar is dat gaan die? Oh, zeg, Duitsland heeft Nederland binnengevallen, dus je bent in oorlog met Duitsland. Oh, en toen wilde ik naar de school in. En er kwam er een zo'n man die ging naar zijn werk toe. Die zei, je hoeft niet naar school in te gaan, want die school is gesloten. Goh. En zo is het gekomen. En toen, we zaten gewoon op de eerste klas. En dan kwamen die Duitsers, die kwamen van Gronau en dat waren SS-troepen. Yeah. Die gingen naar vliegveld Twente. En, maar we hadden in 1939, waren de Nederlanders, de gewapende macht van Nederland, maar die kon dat niet aan. En dat hebben we gezien met die Hollandse cavalerie en... En die deden oefeningen al, ook op dat was dan eigenlijk in een groot vliegveld, maar daar werd dan oefeningen gehouden. En zo, en toen wou man op die oude markt, bekend die in Enschede? Niet zo, ja. Nee, maar die oude marktplein. Er staat ook een monument van de brand van 1800 in. En auto's met Hollandse officieren, die keken rond. En die ging weer terug, weer wel. Nou, en zo ging ik in het begin van 1940 of zo, 1942, ging het nog een beetje. Maar later, toen werd het erger, deden ze raciaal. En we woonden in de Genestetstraat, dat werd toen nog verhuisd. En er was zo'n gang, die was denk, en aan de andere kant, dat komt naar de Wilde Dijkstraat. En toen ben ik zo weer op van die kerels door de renden. Op die bank. Oh, die schuttingen. Ja. En het is nooit natuurlijk, die wil niet naar Duitsland direct. Nee. Maar toen s'avonds ook, toen was je om 7 uur, je mocht, ja, het was 8 uur, was het, mocht je niet meer buiten de straat. En daar waren die Duitsers, die waren van die veldpolitie. En die. Je hoeft niet de kop buiten de deur te steken, want dan werd er hem geschoten. Ja. Nou. En... Met twee van uw broers hebben uiteindelijk toch wel dienst gekozen, dienst genomen, ja. In Duitse dienst. Ja.
waren allebei anti-communisten. Mijn broer Gerrit, die werkelijk gesneuveld is in Narva. Mm-hmm. En die was met een Hollander, die was ook in de SS, die was Plauwikkel. En die kwam terug, ook ontvlucht natuurlijk, en die werd dan aangehouden. Maar die heeft maar een jaar gekregen. En die kwam ook aan ze, die tribunaal, hoe noem je dat? Ja. Dat diegene die fout was geweest. En er was ook zo'n smaad alek van die rechters en ook die advocaat. En had het ting Blauwekel gezegd van... Heb je geen spijt van dat je met die moffen hebt gewerkt? Nee, zegt hij, ik heb er helemaal geen spijt van. Als die tijd ooit komt, dan ga ik weer. Zo. En ik zeg, dan zul je ondankbaar wezen. Want hij heeft meegemaakt hoe mijn broer gesneuveld is. Okay. Die waren met een patrouille van ongeveer 300-400 man, een hele grote patrouille. En die liepen in een hinderlaag van die partisanen door. Mm. En door de zeg, het blauwe ding, mijn broer zegt, Gerrit, hou je kop omlaag. Want hij zit hier vol met sleupskutters, hè. Ja. En had hij die helm had hij erop gehad en keek hier rond en in een schot. Deur een kop in, hartstikke dood. Maar de blauwe heeft zich doodgehouden. En toen kregen ze dan de hulp van de Wikingdivisie, die grote patrouille. En die hebben al die partizaan omgebracht. Er is geen eentje overgebleven. En ik kreeg toen kwam het ook zo. Dat was op zaterdag, toen was mijn moeder, die moest de stad in, die moest hem boodschappen. En wie waren, dat was op zaterdag. En op zaterdag, mijn moeder zei, dan moet je niet ontdeugd worden. Nee, moe. En die werd gewoon links de spoel thuis, was aan de GNSS-straat. En toen hoorde je een klik, dat was een brief die kwam eraan. En dat was dat noodlottige envelop dat hij gesneuveld had. En toen zegt mijn moeder nog zo, is er nog post gekomen? Ja, moeder, hier, deze. Nou, ze opende het, jongen, ach man, mijn moeder die huilde, man. Ja. En ook mijn vader die werkte toen in Aarhus. En god, en mijn vader die keek mijn moeder aan en zei, god, denken was ze dan. Oh, zegt ze, Gerrit is sneuveld. Ja. En zo was het. En is daar nog een bekend graf van in de buurt van Narva, waar hij is begraven? Nee, weet je wat die Russen deden? Want ik heb ook het document wat die Russen deden met die begraafplaats van de gesneuvelde Duitsers of wat. Die hebben ze gewoon ontheiligd. Die hebben gewoon die kruisen gewoon in elkaar getrapt. En alles dan, ze hebben helemaal geen eergevoel gehad voor de gesneuvelde jongen. Het is, hij zal wel binar worden, dat graf er helemaal niet meer is. Nee. En nou, uw andere broer, die heeft het als krijgsgevangene goed afgemaakt. Gelukkig is hij teruggekomen. Maar wat hij gezien heeft, wat die Russen deden met die krijgsgevangenen, er zijn zoveel krijgsgevangenen gemaakt. En om van die krijgsgevangen af te komen, hebben ze gewoon, er waren ook blitzmezels, weet je wel, die in de Duitse dienst waren. En die Russen, die Bolsjewieken, die trokken die vrouw naakt uit. En die werden gewoon verkracht. En die soldaten, die krijgsgevangen, die zag. En die gingen erop los. En weet je wat die smeerlap deden? Die deden op alle vier hoeken een machinegeweer opgesteld. En er zijn, ik weet niet hoeveel. Duizenden krijgsgevangen die ben toen omgekomen omdat. Ja, zie maar. En, u groeide op. U hoefde nog niet voor de arbeidseinsats met uw leeftijd, denk ik, nee, op te komen. Nee, ik was nog jong weer wel. Ja. Ik was, mijn broer is in 4 juni 1944 is hij gesneuveld. Dat is twee dagen. Toen die invasie in Frankrijk. Ja.
En hij is 22 jaar geworden. Dat is dat alles. Ja. En dan kreeg, toen mijn moeder dat bericht kreeg, kreeg ze ook een pakketje. En zat dat IJzeren Kruis kreeg hij dan. En daar had nog een beetje wat Russisch schuld of ik weet niet wat het was. En ja, dat was dat. Mijn moeder die geloofde dat, die dacht dat Gerrit, dat hij nog steeds leefd was, maar dat is niet zo. Want Blauwhekel heeft dat wel gewoon verteld hoe die omgekomen is. Ja. En u hoefde dus gelukkig niet voor de arbeidseinsatz in te treden? Nee, ik was nog wel zo jong, ik was gelukkig. Dus ik 44, had 13 jaar. Ja, precies. Maar toch, op een gegeven moment, na de oorlog... Toen heeft ze mijn moeder heeft ze gearresteerd. Oh ja? Ja, ze heeft nog een jaar in zo'n kamp was, weet je wel. Mm. En daar is mijn moeder heel erg ziek van geworden. En het gekke is, dominee Overduin, hij was ook in de ondergrondsen. Maar hij kon dat, hij was, kun je welke nou gewoon, dat hij was een goed mens. En hij zegt, dat gaat niet. Want ja, de moeder niet. En mijn vader, die kon ze niet maken. Want die, maar wat er gebeurd was, die NSB, die... En die bewijzen niet verbrand of wat. Ja, ja, en dan kregen ze dan het adres. Mijn moeder werd vrijgelaten. En uw vader, is die ook nog opgepakt? Dan? Nee. Helemaal niet. Heel gelukkig vrij geweest. Maar ik had ook een oom. Dat is mijn vaders broer. En toen ik dat bericht kreeg dat mijn broer gesneuveld was, zei ik, denk, tegen mijn vader. Zei, pa, ik ga wel even om Albers en die woonde in de stad, er waren twee broers van hem. Nou, toen kwam ik eerst bij om Albert en er was Stini was dat. En die vertelde dat zo en ze begon ook te huilen. God, ze is erg dood. Ik zei, ja. Ik zei, hoe ga ik even naar om Hendrik? Die woont iets verderop in de stad. En ik kwam eraan en ik zei, wel mededeel de ik heb een bericht ontvangen dat Gerrit is sneeuw. En dan was die nicht van ons. Ze zei, oh, is je niet in school, dat had je maar niet moeten doen. Ik heb maar niks gezegd. Ik ben gewoon eruit gegaan. Ik heb mijn vader dat zo verteld. Oh, jongen, zeg, moet je niks van aantrekken. Ja. En op een gegeven moment... de jaren 50 braken aan, Korea, de oorlog in Korea. Er waren al wat Nederlandse troepen naartoe gegaan. Ja. Hoe, op een gegeven moment, u had een bepaald Ik heb ideaal. Altijd, zolang als ik dat kan, had ik een... ik haatte dat communisme, want dat... Maar uw vader was wel communist geweest. Ja. Want mijn vader die moest er niks meer met te doen hebben. Ja. En toen, ja, ik wilde eerst naar de mariniers ook, maar ja, ik was te jong. Mijn oom zegt, nee, als je 21 bent, dan maar rustig dienst, maar ik geef jou geen toestemming. Mm. En toen ik dat 21 was, nou, ik kreeg een oproep en toen... daar ging ik naar Den Haag en daar werd ik dan gekeurd, ik werd goed gekeurd en ik kon ook direct in dienst, ja. Maar ik zeg tegen die recruiting officier, ik zeg, laat nu eerst eens op een eerlijk manier eerlijk ontslag nemen, ik heb hier bij Van Eek gewerkt, want die fabriek die heeft hier gestaan. Mm. Wat was dat voor een industrie? Van Van Eek, de textiel. Textielindustrie, mm. Ja. En ik zeg nee, ik neem eerst ontslag, ik zeg, want dat is toch ook... Ja, zegt het natuurlijk. Nou, toen ongeveer dagen, ik kreeg ook zo'n bewijs dat ik kon niet voor die treinreis of zo, ging naar Den Haag toe. En
kwamen we in die oude, ik geloof dat dat die oude Frederiksgezin is, dat is in Den Haag. Mm-hmm. En dan ging doorbleven overnacht, dan kregen we onze weer al die uniform net. En toen gingen we, de volgende maand gingen we naar Schoonhoven toe. Mm, yeah. En daar hebben we 2 maanden hebben we daar ook oefening gehad. Ook nog, gingen we ook naar, nou, wat was de aanleiding dat u, u heeft vast in de krant gelezen dat vrijwilligers werden gevraagd, yeah, of zo? Was dat het? Dat was het ook. Ja. Yeah. Ja, en er waren ook al berichten van de eerdere detachementen dat, dat ze in Korea zaten. Dat waren de meeste, dat waren allemaal jongens die van, eerst van Indië kwamen, van voormalig. Want wij moesten 4 maanden opleiding om daar goed op. En maar hun waren voor 2 maanden, die gingen naar Roosendaal. Mm-hmm. Ja. Want ik kreeg dan, het mooiste was, in die, er zaten Nederlandse militairen, maar die hadden, dat waren dienstweigeraars in Schoonhoven. Mm. En die mochten ook niet naar huis doen, maar ze kregen eenmaal in de morgen kregen ze dan bezoek van de familie. En die jongens die, die moesten zo lang in dienst blijven. En die gingen er ook totdat ze die tijd hadden gehad weer. We hadden een sergeant door in Schoonhoven, die was, die had aan die invasie deelgenomen, was een hele goede sergeant was dat, die vent die een hele fijne aanvoerder had. En we deden exercitie op dat stuk plein door, en hier rijdde die kazerne en daar rijdde zo'n klein gebouwtje. En dat was dan, daar liep die soort een kanaal voor het water, weer als het was. En er was eentje, er waren van die communisten door. En die zaten die sergeant te dwarsbomen. Ja. Godverdomme, dat begon ons soms te kanig te, weer wel, de pest toe te hangen. En we hadden die alien viel, maar die bajonetten die zijn, dat waren anders dan wat we gebroken. En dan zegt die van die jongen, nou, we gaan het doen, we gaan het zo maken, we gaan het zo stikken, man. Nou, ze dat kanaal. En dan inkiep, maar dat zijn die knaapman dat wel in de gaten. Ja. Maar ze, nooit die daar niks geen last meer van gehad. Nou, toen gingen we vandoor, gingen we naar, oh ja, moesten we, toen we dan in Schoonhoven kwamen, daar houden niet zoals ze dat nou hebben, met allemaal met die matrassen en dat. Daar kregen we een grote zak en dat ging strooien, dat was onze matras. Goh, ja. En dan, we kregen wel dekens en dat ook wel laks. Maar die kapitein die daarover ging, over die kazerne, dan kregen we allemaal zings vrijdagsmiddags of zaterdagsmorgen. En moesten vrijdagavond moesten we dan onze zaal, waar we dan laten slapen met dat. Dat werd gewoon netjes schoongemaakt. Maar wat die kapitein deed, de bedding die moest helemaal strak zitten. Dus hij gooide een gulden of wat op. En als dat opstuitte, dan was het goed. Maar deed dat niet, moest je weer helemaal overnieuw doen, weet je wel. En dan was het zullen met geweer school, maar ik en Willem, een lange Willem, die kwam van de Jordaan weg. Een echte Jordaan. En die sergeant komt dan langs, die houdt die duim voor die, voor die kamer voor die patroning. Ja. En die sergeant die keek me, ja, was maar. Zeg, ja, sergeant. Hij zegt, klopt iets niet. Ik zeg, hoe bedoel je dat dan? Ik zeg, ik heb het toch goed gedaan? Ik zeg, ze picobello. Nee, zeg, je hebt daar een hele matras in liggen.
Ik zeg, matras, man. Ik zeg, ik heb er doorgekeken. Ik zie niks. Het was één zo'n klein strikje. Van een deken. Ja. Was erin. En dan moest ik en Willem... Godverdomme, die ander ging mooi met verlof. Wij moesten dat hele geweer moesten we schoonmaken. Oh. En toen ik dat geloof was, dan ging ik naar huis toe. God, Willem, die stond bij troon toe. Want die wilde graag naar zijn huis toe. Ja. Maar we hadden hem maar één keer geflukt. Nou, en toen kregen we ook die injecties voor de cholera en yellow fever en al dat. Hebben jullie wel een goede opleiding gehad? Ja, een degelijke opleiding. Jawel. Ja. En uw andere broer heeft toen ook, want die is ook naar Korea gegaan? Ja, en het gek is, die heeft maar 2 maanden gehad. Ja, een kortere opleiding. Ja, een kortere opleiding. Maar ik heb vermoeden, dat wisten ze toch wel, dat hij door die Koningsberg door kruisbang gemaakt is met die Russen. Door. Dat hij al militaire ervaring had. Die was, maar die heeft altijd op die vliegboden, die grote vliegdingen. Mm. Maar die Duitsers die hadden geen brandstof meer, dus die vliegboden die werden opgeblazen. En die Kriegsmarine werd ook wel ingezet als infanterie, Als infanterie. Ja, ja. En dan mijn broer die vertelde me dat allemaal, zeggen wel, zo'n fanatieke gezicht. Nou, die hebben ze doodgeschoten en toen hebben ze zich overgegeven. Ja, ja. Maar eens later met een Duitse jongen was dat, ben ze ontsnapt ook naar zo'n krijgsgevangenkamp, weet je wel, van de Russen. Ja, ja, ja. Maar uw opleiding was toen ten einde? Ja, die opleiding die was eigenlijk ten einde in Skono, maar we kregen nog 2 maanden in... Dat was eigenlijk in Roosendaal, ik kreeg een beetje commandoopleiding. Ja. En dan gingen we, als we oefening hielden, dan gingen we naar Amersfoort in, of Apeldoorn weer, waar het oefentrein was. En het laatste wat we er hem gehad, dat werd met scherp geschoten. Ja. We moesten onder de prikkeldraad en dat scoort zo. Ja, 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 ja. De vuurdoop. Ja. Ja. Nou, toen was dat klaar en toen oude opleiding en toen hebben we nog een parade gehouden. Er was een hoge officier, die kreeg de militaire Wilmsorde. En wij... Weet u nog wie dat was? Nee. Ik ben heel slecht met namen. Was wel een Korea veteraan. Ja, hij was als hij nou nog leeft, is hij een Korea veteraan. Mm. En wij gewoon paraderen, we marcheren door in Roosendaal, een hoop publiek. En wij, goed, dan marcheren en... Maar had u enig idee wat u te wachten stond op basis van de berichten uit de krant, wat er al in Korea had plaatsgevonden, wat de Nederlanders al hadden? Ik heb dat ook gelezen van die luitenant. Kolonel Den Oude, die toen gesneuveld is. Dat stond, zijn niet veel in de kranten. Dat stond dan ook in hoe Den Oude is omgekomen. Ja. Dat is dat waren Noord-Koreanen dan. Die hadden gewoon de uniform dan als wat de Zuid-Koreanen hadden. Ja. En dan gingen ze gewoon naar de Hollands toe. En dan vroegen ze gewoon om munitie en dat. En de Nederlanders die trappen erin en dan waren ze net Hoensan, hebben ze omgedraaid en toen vielen ze de Nederlanders aan en daar ben die 60 jongens neer. Maar toen u die berichten zag in de krant, dacht u niet van waar ben ik aan begonnen of had u daar geen angst voor? Nee, helemaal niet. Ik was er wel. Oké. Ah, er was nog een gevalletje toen we in Rotterdam aankwamen, dat ging weer aan boord, dat troepenschip. En dat was het schip? Amerikaan, maar die ging naar Oostenrijk. Oké. En we gingen gewoon die trappeling op en hij had een stelletje van die communistische wijven. Voor als je meer gerot, hond, durf je wel die arme mensen door te schieten? Nou, ik zeg maar nee, ik zei niks, maar we gaan naar Limburgse jongen en zeg, hé, vuile rot, kom maar eens even hier, dan zal ik een duikje maken in die haven door. Die hielden zich wat stil, hè. Even terug naar toen u de boot opging. Oh ja. U ging met het schip de General Sturgis, was het, ja. Hè?
En dat was, als ik het goed heb, 28 augustus 52, hè? Ja. Want toen was, er zat een Amerikaan, die ging niet naar Korea, maar die ging naar Oostenrijk. Oostenrijk was steeds zo onder de vier mogendheden. Ja. En er ging weer met die steugjes, we gingen naar het noorden van Italië, er was een haven door. En vandoor gingen die Amerikaan naar Oostenrijk. Ja, ja. En toen gingen we vandoor terug naar Griekenland. Mm-hmm. En want overal werden, ook bij de, in Griekenland werden Griekse troepen kwamen aan boord. Hè? Ja. En oh, ik heb een hartstikke mooi huis op het schip ook. Want we hadden in de eetzaal. Mm-hmm. En kreeg een hartstikke mooi werkman. Ik moest die zaal schoonhouden en dat alles. En wanneer die platen worden, het eten op werd gelegd. Die werden dan in zo'n ding, daar werden ze stoom geblazen. En dan moest je anderhalve schep van dat zeep. Maar wat ik was een beetje slim, ik ging gewoon twee schepjes. En toen toen dat werd gewassen en het kwam eruit, nou, dan zag de pico bella uit. Want we kregen ook inspectie van die Amerikaanse gezagvoerder van het troepenschip. En die ging erin. Goed. Mm. Excellent. Maar toen kregen die Griekse soldaten, die hadden dat niet in de gaten. En die kregen ook niet inspectie. En dat is een goede idee. En toen later, toen riep ik een van die Griekse jongens en ik zei, kom eens. Ik zeg, how many van die skeps? What are you doing in that machine? Oh, why not? Ik zei, no, make two. En toen kreeg ze ook inspectie en toen was picobello. Oh, die in het Griekse leger, daar hebben ze ook lijfstraffen weer, want dan kunnen ze met die soldaten doen wat ze wil. En er was ook een Griekse jongen die had iets fout gedaan en die werd door geslagen en geskokt. En dan zag een Limburgse jongen, die zag dat en die werd toch wel een keer woest, man. Die sprong over die omheiningen en die ging naar die Griekse officier in. En zei, eens in Hollandse, dat moet je mij doen, vuile smerlap. En die Griekse officier, en dan toevallig was die kapitein van ons, kapitein Rauwe was dat. Mm-hmm. En zei, wat is hier gaande? En dan vertelde hij, oh zo. Dus die kapitein is gewoon naar die Griekse, die commandant van die afdeling van die Griekse troep. Ja. En hebben dat verteld en toen kregen, toen werd hij ook geslacht natuurlijk. Ja. En ze maar ze daar die tijd ze met die jongens hebben ze gewoon menselijk behandeld zoals soms ook. En toen kwamen die jongens, die kwamen we in Korea denk, met patrouilles en dat. En die kwamen tegen en dan zei een van die jongens, die zegt, I don't see the officer, de lieutenant. Oh, zegt hij, die ene Griekse, dat was een zelt, zegt hij. Oh, zegt, the rifle is going up by accident. En ze die officier die de gewone kogel de, van achteren de kapot geschoten. Ja. Was er verder goed te eten aan boord? Ja. Ja. Maar het gek is, die Holland is heel typisch Holland. Ik vond het lekker. Dat was morgens, als je s'morgens met ontbijt, dan was je niet hier een plakje worst en een paar sneetjes brood. Nee, dat was compleet een breakfast. Ja. En het werd smiddags, dan kreeg die lunch, was ook goed. Maar wie Hollanders die hoort van het standwoord, maar die Amerikaan die kent dat. Nee. Maar ik vond het lekker. Ja. Ik vond het schaal met allemaal groenten, weer wel groenten en sla en dan hadden ze ook van dat plum. Mm-hmm. Dat jellyplum. Ja. Nou, daar heb ik al die goed aan gedaan. Meneer, daar zaten weer een paar jongens, daar zaten weer, ik had graag gedaan, maar alweer dat. Het eten was goed, hoor. Mm, ja. Maar we hadden een kapitein, die ging over die afdeling, dat was een eentje die kwam van Brooklyn, dat was een negro. Mm-hmm. Een hele fijne vent was dat. En
met een paar andere jongens, die deden het allemaal piekebellen, we maakten het alles netjes. En er was altijd, daar kon je niks op aanmerken. En toen we dan in Korea aankwam. Want de boot kwam aan in? Die kwam in Busan. Busan, maar ja. We hebben ook nog een tussenhavens gehad. We hebben, de eerste was Suezkanaal, dat is Port Said. Mm-hmm. En daar ging gelukkig water aan boord, het schip. En toen dat gebeurd was, toen gingen we naar Ceylon. Mm-hmm. En dat was toen nog British, mm-hmm. Ja, dat was Engels precies. Ja. En hebben we door nog vier uur hebben we door nog zo'n beetje rondgewandeld. Nou, en toen kwam we dan de Suezkanaal uit. En dan gingen we, de eerste haven die we aankwamen, dat was Singapore, geloof ik, was het. Mochten we niet van boord, alleen die officier. Nou, en toen kwamen we in Hongkong. En daar lag een Hollandse marineschip die lag door. Okay. Nou, daar ben ik goed voor een oorlog bij de jongens door. Mm. En dronk een biertje in de. En vandoor bleef hij door. En toen gingen we regelrecht naar Busan. En ging door de stroof van Sumatra. En kwamen we in Busan aan. Ja. Maar dat was allemaal kapot geschoten. Ook die mensen, die burgers door. Sommigen die hadden nog geluk, die hadden hun eigen huis kunnen, die konden hun eigen huis. Maar een grootste deel, die hadden allemaal soorten een huisje gemaakt van bordpapier. Ja. Nou, en toen gingen we vandoor, gingen we naar Achterdent, naar ons voorwoord in Holland. Ja. Was dat met de trein of met de vrachtwagen? Ja, de trein, dat was een stuk geschoten trein, de raam, alles was kapot. Sommige jongens die sliepen met de benen in de zee door. Nou, en toen kwamen we half weg door. En toen gingen we op de vrachtwagen naar een tentenkamp. De grenzaal opgebouwd weer. En zo kwam we eraan in Spons. En nou, dan kregen we onze helm en we kregen onze wapens door. En toen houden ze zelf en hebben we in het begin nog niet aan de frontlinie. Maar hij kwam rond en zei wie wilde vrijwillig naar, dat was onkel en Jook. Dat waren die voorposten waar ook Hollanders op zaten. En hij zegt, er worden die bunkers gebouwd, er worden versterking. Wie heeft er zin aan? Ik kreeg gelukkig $2 per dag. Oké. Ik kreeg meer betaald over. Ja. En dat ben we ingehaald. En we hebben gelukkig ook niks in last gehad van de vijand ook niet. Nou, en toen later, toen kwam hij, was er zo tegen een paar dagen voor de kerstdagen. Toen kwam hij op de Okkerfrontlinie. En we waren ook in de bunkers. En toen heb ik een aanval meegemaakt van Fern. Er was een fingerrits door. En dat was de bovenste stuk, dat was in handen van de Chinees. Yeah. Maar de onderste, dat was in handen van de Amerikaan. En die Amerikaan kreeg een opdracht om dat boomstuk. En dat ging dus soms, met vuurwerk, man. En daar heb ik had een fototoestel en daar heb ik een foto van gemaakt. Mm-hmm. Maar ik heb nooit die foto in handen gekregen. Mm. Die hebben ze natuurlijk vastgehouden door. Nou, en toen dat afgelopen was, toen gingen we naar achteren, hè, en toen hebben we door de kerstfeest meegemaakt. Op rust hadden jullie de kerstfeest, ja. Nou, en later kregen we, lekker rust, maar iedere dag oefeningen in dat, en met die tweede divisie, met manoeuvres in dat. Nou, en toen kwamen we op New Day terecht. Juist, ja. En door hij op zijn bed ongeveer 2 maanden gezeten. En door is ook, dat heb ook proberen op dat hij in handen kreeg, maar dat kreeg hij niet in handen. Want het was allemaal vol, die heuvel zat
eromheen. Dat was allemaal prikkeldraad, booby traps, alles. En door is Captain Kamervaart is doorgesneuveld. Ja. Ewout Mensing, dat was een kameraad van mij, die is er ook gesneuveld. Die lag tegen de heuvel en die was dood. Jantje Kamp, die is ook ergens. En die werd achtervolgd door die Chinezen. En die is ook gesneuveld, die kon daar uit het veld weggehaald. En toen een paar dagen later, liep een Hollandse patrouille in de laag en dat was... Grootherder, die kwam uit Almelo. Maar op nu heeft het Nederlandse detachement heeft een aantal aanvallen te verduren gehad. Hè? Ja. Weet u nog waar u toen was? Wat heeft u daarvan meegekregen? Grootherder? Nee, wat heeft u meegekregen van de aanvallen op nu? Nou, we zaten op nu. We zagen die luchtkogels of weer wat. En dan zagen we geen zwerm aankomen. En ze probeerden natuurlijk dat in handen te krijgen, maar dat is niet gelukt. Ik zat achter zo'n punt 30. Ja. En dan gewoon, je zag ze wel neervallen. Maar... U zag echt de golven Chinezen op u afkomen? En die luchtkogels die gingen niet in het licht van die luchtkogels. Het voorterrein? En het voorterrein ook. En daar ben dan de jong sneuveld is, was die kapitein die sneuveld worden. Maar dat ging er wel oplossen. En toen hebben we een mol gehad, we waren op patrouille, dat was geloof ik s'avond, was nog licht. Toen werden we uitgestuurd, was er een Chinese patrouille in het veld. En die was er wel, maar we konden het niet vinden. Dus wij gingen weer terug. En het was s'avond, was een beetje donker. En we gingen die heuvel op, dat is een nieuw deel in. En een Amerikaanse patrouille die kwam eraan. Maar die Chinezen die aan de deur doen. En die lagen in Hindela. En die vielen die Amerikaanse jongens aan. En daar bent ook een paar jongens gesneuveld. Nou, en nu is er zo te midden die heuvel op, achter die Chinezen. Maar ja, die waren al weg. Die waren over de rivier. En die zaten al lang weer op de... Nou, ik was wel een beetje fel, hè. Ja, ja. Maar... Heeft u ze nog wel gezien, die Chinese patrouille, of waren ze echt te snel? Nee, ik heb wel gezien toen ze dan aanvielen weer, hè. Ja. Maar, ik heb de eerste dooien die ik zag, dat wou in zo'n valley, zo'n vallei. En daar gingen we op patrouille ook, dat was de eerste aan patrouille. En toen kwamen we ergens in het Alidium. En dan zagen we door, ik denk, waar was dit door dan? En toen zagen we door een Chinees, een halve kop erop. Nou, dat werd doorgegeven en dan haalde ze die lijken weg. Maar alweer aan die bunkers, waar we op zaten op New Day. Nou, dat was lekker, ook in de winter en dat. Maar het is lekker warm. Ja. Daar hou een kachel, die werd van munitiekist gemaakt. Mm-hmm. En dan hou ik zo'n jerrycan en dan staat napalm. Okay, ik kwam in druk in. Dus we gaan altijd de warmte, de kooi zelf pannenkoeken geboren. Ja. En het eten was ook goed, want Jan Citesius die kwam s'morgens met een kerel met pap en dat al. Nou, dan gaan we. Die jongens, die oude Zuid-Koreaanse soldaten, die waren niet meer geschikt voor de front, maar alleen nog voor dat. Nou, dan kreeg ik zo'n half pakje sigaretten, nou, dan waren ze hartstikke blij met. Mm. Maar die Zuid-Koreaanse soldaten, die werden niet goed betaald. Oh ja, dat kan ook niet anders, want Zuid-Korea, dat is helemaal geen... Ja, die kon niks doen, want... En die jongens, toen we dan ook in het kamp zaten, er gingen een paar van die jongens van die Zuid-Koreanen, was Park Yoon-hee en Kim Jong-sul, die ging voor een week met verlof, zoals wij dat ook hadden. Die zaten bij u in het peloton ingedeeld? Ja. En de jongens die van wie kregen goed betaald.
Die zei, die jongens kregen maar een paar dollar, dat is alles. Ik zeg, dat is niks. Nou, dan kreeg ze van ons allemaal een paar dollars. Mm. En dan werd dan verdeeld tussen kindjes op school en pak je niet. Nou, die jongens die waren hartstikke blij. Maar die jongens, die pak je niet had, was maar zo'n klein keelke. Maar kindjes op school was net zo groot als ik. En nou, we spraken zo een beetje Koreaans en we spraken Engels of Hollands. En als je nummer 10 was, dan was je niet goed. En dan pak je niet, ze zat soms te plot. Ah, you number 1. No, he said, you number 1, you number 10. oh god, man. Maar hoezo nummer 10? Was dat een ongeluk? Nummer 10, dat is een ongeluksgetal. Die is niet goed. Ja. Maar wie vonden dat erg? Die ben toen gesnurbeld. Toen die Stinking Hill aanviel. En door die twee jongens. Beide jongens zijn gesneuveld. Die zijn allebei gesneuveld. Die ben door een granaat geraakt en die zijn doodgebloed weer. Wat. En die hebben van het begin af aan met die oorlog door. En net. Dat vond ik weer. Zo op het eind nog. Ja. Tjonge. Toen nam je dat over van de. Ik geloof dat het van de Engelsen was. Nou, daar waren we niet zo over te spreken. Want toen wij zo'n beetje bijna 2,5 maand op die heuvel hebben gezeten. Toen hou die bunkers goed versterkt. En toen gingen we van die heuvel op, en dat werd dan op en dat kwam van andere, ja. Van andere landen die nam dat ook. Maar weet je wat die Engelsen deden? We hadden een heel andere tactiek. Die Engelsen die schoten die hele heuvel, toen ze dat op die hoogte eenmaal, die hadden ze dan overgenomen. En die posten, die schoten al die bunkers kapot. En er werd, er was niks belangrijk, maar voor ons dat was een sleutelstelling. Dat was een hele belangrijke positie. Want daar hebben wij ook die vijand goed tegengehouden. Want dat was allemaal booby traps. En dat konden ze niet krijgen. Maar die Engelsen die schoten de hele heuvel kapot. En daar wou niet over te spreken. Nee. Maar hadden de Engelsen de frontlijn al wat verder gelegd of zo? Nee, helemaal niet, Jan. Die dachten dat die hadden gedacht dat het niet belangrijk was, maar dat het was belangrijk. Je wilde een andere uitgangspositie of zo hebben. Ja, ja. Nou, we waren er niet over te spreken, dat weet ik wel. Daar hebben ze een jongens over verloren. Ja, precies. Die Engelsen die hadden een heel andere tactiek, die waren vol meer nuchter. Mm. We hadden ook de meeste patrouilles in het veld van Nederland. Heeft u veel patrouilles gelopen? Oh, wat zat. Ik ging altijd bij iedere patrouille, als er patrouille was, ging ik op. Want als je terugkwam van die patrouille, dan kon je lekker de bunker in en dan gewoon slapen. Dus, ja. Als die, dan hoeft u niet op wacht te staan. Nee. Juist, ja. Maar, had u vaak vuurcontact tijdens patrouilles? Nee. We hebben altijd, hinderlaagpatrouilles gehad. Ja, ja. We hadden ook verkenningspatrouilles. En er werden ook patrouilles, ja, niet alleen van ons, maar van andere Hollandse afdelingen. Die deden sabotage, ja, booby traps. Mm-hmm. We hebben één korporaal. En die is bij New Day, die is omgekomen, maar dat is zijn eigen schuld geweest. Mm. Hij was niet van ons, maar hij was van een andere compagnie of zo. Mm. En had hij een Poolse jongen bij zich, die was in het Poolse leger geweest en die is toen bij de Nederlandse detachment. Weet u zijn naam nog? Ja, Kowalski geluk. Michalski misschien? Michalski. Michalski, ja. Ja. En die Pools jongen die vertelde dat later. En hij zegt, zo is lachen,
En ik heb wel zo'n ding hem gezegd. Niks lachen, zeggen. Niet aanraken, zegt hij. Is veel te gevaarlijk. En potverdorie, die korporaal die komt op die put door. Dat is een leuke put. En er zit een boobytrap in. En die raakt die draad aan. En die kreeg de volle laag. Die echt voor inzicht. De hele gezicht was weg. Hmm. Ik was een van de eersten door beneden. En dat was, tot zover was het afgeslagen. En dat, die hand met dat horloge lag er nog uit. En dat horloge zat erop. En die hadden een sergeant Leendert. En die zei, ik heb hem zo vaak gewaarschuwd. Niet met explosie te werken. En nu, potverdomme zeggen, hij gaat over 14 dagen, gaat hij naar, gewoon niet naar huis toe. Hij is een klein. Ik zeg, nou, kom niet meer thuis. De kleine zal nooit de vader weer. Hij was, die sergeant was woest, joh. Ze zeggen, zo stom. Hij had daar vanaf moeten blijven. Weet u de naam nog van diegene? Ja, de corporaal Ankers. Oké. Okay. Want dat wordt niet verteld natuurlijk, maar het wordt gewoon opgerekend als gesneuveld. Ja, precies. Maar oh, we hadden ook wel Zuid-Koreaanse jongens door, hè. Mm-hmm. En we hadden die kleine raket, die kon je op het geweer doen. En dat moest afgeschoten worden met een speciale patroon. Mm-hmm. En er was ook zo'n jongen, die zag zo'n ding te link. En in plaats dat het er met zijn voet, gaf hij een schop en hopla, zo de voet eraf. Mm. Maar er werd ook scherp geschoten, er was geen losse vlotters. Nee. Dus er zijn best wel behoorlijk veel ongevallen gebeurd. Ja, ik geloof toegestaan, zoveel procent of zoiets, dat met ongeluk maar wordt... Maar toen, dus Nuday was, jullie werden van Nuday afgehaald, jullie gingen op rust. Ja. Naar het Betuwe en Juliana kamp heette dat, hè? Ja. Maar Nuday, we dachten niet eens dat dat een nieuwe dag is. Nee, dat was een klein gehuchtje, een paar huizen. Ja. En dat werd Nuday genoemd, dat is Koreaans voor iets. En... die heuvel die hebben ze toen helemaal versterkt met poepetraps en alles. Mm-hmm. En, nee, die Chinezen die probeerden dat te veroveren, maar ze werden gewoon teruggeslagen. No. Het tweede peloton heeft er gedaan. En dat was ook het gevalletje met Stinking Hill. Die net, want de 27e juli werd die wapenstilstand die werd getekend. En hebben ze nog geprobeerd. Toen die aanval, dat was een week eerder, en die Amerikanen die zijn eraf gekomen. En toen namen die Hollanders over en die kregen we die avond erop kregen we die grote aanval. Ja. Dat begon om 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens en dat ging onafgebroken. We gebruikten van alles. Die korporaal, die was van de Rode Beret, die had onder kapitein Westling en die was gewoon de Turk. Ja, die genoemd. En hoe heet die korporaal? Dat is ook zo lang geleden. Maar hij had een vlamwerper. Hij gebruikte zijn vlamwerper. Ja? Oh, ze waren doorgedrongen. Ze zaten bomen op de bunkers. En het eerste wat je hoeft te doen is gewoon automatisch wapens. Gewoon van die daken van die bunkers op te schieten. Maar toen, zo ongeveer tegen 6 uur 's morgens, toen trokken ze zich terug. Ja. En nog even terug tussen Nuday en Stinky Hill in, is het bataljon op rust gegaan voor een tijdje. Wat gebeurde er zoal op rust? Wat moesten jullie doen? Oh, dit was bij Hoen geen wachterloop. Mm-hmm. Maar we kregen voldoende oefening, weet je, wat schietoefening, maar ook hoe je een heuvel moest nemen. We hadden ook die bulletproof vesten. Scherfvesten, ja.
En die oefeningen, werd dat in groot verband, alleen het bataljon? Ja, ook wel in klein verband, want als die Amerikaanse tweede divisie was de Indianenkorps, dan is ja, het is het hier. Ja. En wij waren in het 38e regiment, dus daar hadden de vier bataljons in van vier. En dan deden we gewoon oefeningen om en hoe je een heuvel moest geloven. En ik kan je wel eerder vertellen, maar dat was voor. Want je had soms die pakkenwiezen en dan wordt er nodig een boom. En dan speciaal in de zomer, dan was je nat van de zweet. En dan sommige jongens die sprongen gewoon met de kleren en alles, sprongen ze zo'n riviertje in om af te koelen. Maar sommigen die kregen ook nog longontsteking ook nog. In de zomer longontsteking? Ja. Maar ook door, het kan ook wel heel vochtig zijn dan in de zomer, het klimaat. Ja, ja, dat is dat natuurlijk zweet en dan een beetje koud. En dan, ja, dan krijg je dat, hè. Ja. Dus dat waren best wel zware oefeningen in die periode. Ja. Oh, die Amerikanen, die waren gek met ons, hè. Ja. Nee, we waren eigenlijk, die anderen die waren ook wel goed. Maar wij waren het beste. Nederland heeft verschillende hoge onderscheidingen ontvangen, ook van de Amerikaan. En die commandant van het 38e regiment, die was echt trots op ons. Ja. En toen was die waren, die waren meer nuchter. Discipline. Ja. En toen was de rustperiode voorbij. En toen kwam? Toen gingen we dan gingen we naar een andere, wordt ook de stellingbaan, wordt die tegenwoordig die vijand. En ik was de enige met een rang, want ik ben eigenlijk soldaat 1 eigenlijk. Hè. Mm-hmm. En zei het, nou Hosman, je bent te verantwoordelijk voor. Nou ja, ik was er van, ik vind het veel in. Ja. En dan goed luisteren. Maar ik heb ook wat tegen die jongens gezegd, jongens, hou je mond dicht. Ik zeg maar, het gek is, als je 's avonds in het veld bent, dan klinkt het veel anders dan overdag. Ja. En ze lieten de mond ook wel dicht houden. En toen, nou, toen kwamen we terug in die stellingen dat allemaal aan. En we hebben ook eentje. Dat was op, en dat moet een spion hem geweest, een Noord-Koreaan, die was ingedrongen als een Zuid-Koreaan. En toen zeg ik zo. Was dat op heuvel 340, wat u nou omschrijft? Ja. Ja? En dan ging ik in zo'n vlekkenlichten. En ik, en Jan van die telefoons, dat kon je niet, dan moest je alleen dit doen. Ja. Nou ja, hallo, ja, met wie? Is dat de luitenant? Ja. Ik zeg, ik denk dat we een spionnetje daar hebben. Ze moet eens altijd komen bij de luitenant. Nou, hij kwam als een soort van, potverdomme, dat is ook zo. Nou, hij direct teruggegeven aan die andere. En die vent, die werd gegrepen. En er was geen rechtszaak. Er werd standrechtelijk bij die doodgeschoten. Ja, die zat met het licht, met knipperlichten. Berichten door te zijn, wat een versterking. En. Nou. Goed. En op heuvel 340, wat later Stinky Hill, of toen ook al Stinky Hill werd genoemd, kwam tweede peloton A-compagnie weer voorin te liggen. Ja. Dat was, en het gekke was, maar we waren op die heuvel door, waar we zaten, de Stinking Hill, dat was 20 man. Dat was het peloton. En ja, hoeveel man zat er zo over het algemeen in één bunker? Ja, ze zaten ook in het bunker, maar ik vertrouw die bunker niet. Maar met hoeveel man zat u in één bunker? Oh, er zaten met 2 man. Ik zat met meems. 2 man maar in één bunker? Ja. En hoeveel bunkers lagen er ongeveer zo naast elkaar in die voorste lijn? Zo'n stuk of 8 dingen. Ja. Maar we kwamen, toen we aankwamen op dat Stinking Hill en we gingen van die Amerikaan
die zaten daar niet op. En er ging een van die onze werd een bunker toegewezen. Maar ik zeg tegen Merms, ik zit toch hoor ik niet in slaap. Die bunker die was zo ingericht dat ze maar gewoon een handgranaat nemen, up, binnen rond en je had het gehad. Ik zeg toch hoor ik niet in. Ik zit helemaal in de loop. En we kregen ook helemaal geen tijd om ons te wassen. Afweer, om als we een behoefte moesten doen, moesten we ergens een plek zitten. Want dan werden we aangeschoten door die snijpers, maar wel die sluipschutters. Want die Chinezen lagen hoger. Ja, hè? Die waren heel hoger op. En later hebben we vernomen dat waren eigenlijk Chinese Mongolen. Die kwamen die kant uit. En dat waren toekomstige officieren van het Chinees communistische leger. Oh ja. En nou, dat waren geen kleine jongens, grote jongens. En die, ja, die Chinezen konden die lijk niet weghalen. Maar een lichaam ontwindt sneller dan, laten we zeggen, wat je hier hebt. En het stonk. En het was hoog zomer. Maar één ding wil ik zeggen van die Chinezen. Toen wij, die jongens die van Nederland, van ons daar, die in de hinderlaag zijn. Ja, voordat we daar komen. Oh. Dus u had een bunker toegewezen gekregen met twee man. Dat is de met soldaat Meems. Ja. En u verkoos een loopgraaf boven die bunker. Ja, boven die bunker, want je hoeft helemaal niet te gooien. Je hoeft maar gewoon in te richten. Want er was geen gaas of wat dan ook voor die schietgaten. Dus kunt u dat vertellen hoe die aanval van de Chinezen plaatsvond toen? Nou, toen wij dat van die Amerikanen overnamen, die had precies hetzelfde wat wij later kregen. Die dachten dat het afgelopen was. Maar die Chinezen hadden zich gewoon verborgen. En toen hadden ze de Amerikaan een paar wachtposten neergezet. Die dachten, oh, het is afgelopen. Dus bijna wapenstilstand, dachten ze. Toen ben ze gewoon die heuvel opgesloopt. En toen viel die Amerikaan. En door is het tussen die Amerikaan en die Chinees van man tegen man gegaan. En er werden aardig wat jongens gesneuveld door. En dan kregen we 's morgens dan een bericht van onze officier. Ik geloof dat het luitenant Romboog was. En die zegt, jongens, dus we verwachten een aanval, dat is dan vanavond om 10:00. Hoe ze dat komt er weer, maar dat is die inlichting niet. Maar om 10:00 s'avonds. Dus wij, allemaal klaar. Ik stond ook wel bij die bunker door. En klok zag 10:00. Er werden drie van die mortiergranaten kwam in. En daar gingen die luchtkogels op. En toen viel ons aan, en dat is van 10:00 zo, onafgebroken, tot 6:00 morgens. Onafgebroken, over de linkse weg. Goh. En toen heeft u alleen maar met uw maat daar in uw positie, zonder dat er anderen bij kwamen, in gevecht geweest. Maar kan ik iets verder gaan toen die patrouille van ons in de hinderlaag. Ja, ik ben nogal benieuwd hoe dat gevecht, zeg maar, hoe die nacht, hoe dat ging. Oh, dat is donker. We kregen wel steun van die luchtkogel. En die mortieren ook, de mortieren die gingen op naar de Chinezen en natuurlijk. Maar ik denk, toen ik er zat en ik zat van maar de eerste keer dat je dat hebt bij een aanval krijgt, dan begin je te beven of ik weet niet wat het is, misschien dat het angst is of dit. En één keer, als je er één keer in zit, dan is die angst is weg. Ja. Dus dan gooi je maar een paar en als er wat denkt, dan komt er een of andere zin komt er aan. Handgranaat, opla, de bom op. Ja. Nou. Maar u zat toen dus ook in die loopgraaf. U zat niet in een overkoepelde bunker. Nee. Nee.
En maar jullie linie werd overrompeld door de Chinezen bij die aanval. En wat gebeurde er toen? Want ze zaten ook bovenop de bunkers om u heen. Ja, die Cochin dat ze boven die bunkers zaten, die werden gewoon van de bunker afgeschoten. En toen hebben we het gewoon teruggeslagen. Want er werd ook vuur aangevraagd van mortier op eigen stelling, hè? Dat weet ik niet zo precies, want ze waren veel te bang dat het op ons terecht kwam. Ja. Maar hoe kon u, want u zat dus in een open loopgraaf. Dat was wel heel link dan met alle mortieren en dergelijke wat er om u heen neerkwam. En als bewapening had u? Ik had de BR eigenlijk. Ja. Maar no-clubbing punt 30 is, punt 50 is. Maar in die positie waar u met uw kameraad zat, had u één bar en? Had u nog meer bewapening? Nee, ik had de 45, weet je wel, de pistool. En Wim zat de M1 met zijn munitie. Mm-hmm. En hij had een kist, zijn munitiekist, daar zat dan munitie voor de BR. Ja, en een stel handgranaten bij de hand. En werd u ook bevoorraad tijdens die nacht? Nee. Niemand kon u bereiken? Maar we hadden al voldoende handgranaten en dat. Maar toen zo ongeveer tegen het einde, toen werd het een beetje... Het is minder weer. Maar heeft u echt momenten gehad waarop u echt die Chinezen heel goed kon zien en nou ja, dat u gewoon echt kon zien dat u mensen raakte? Nou, ik heb één. Dat was zo ding, dat liep zo ding 6 uur. En dat was een Chinees was dat, een vijand. Hè? En die, ja, ik heb hem niet kunnen raken, maar die is ertussen. Die kon zich terugtrekken naar zijn eigen stelling. Okay. Dus ze zaten overal weer. Hè? Ja. Maar het enige, dat was toen die Nederlandse patrouille in de hinderlaag liep. Toen was ik stond ik op wacht, mm-hmm. ook bij die waar die bunker was. Mm-hmm. En toen hoorde men een klap van of door een handgranaat en toen hoorden we niet onze geweer, ons vuur, maar er waren brup, die Chinezen gebruikten de brupguns. Mm-hmm. Nou en daar werd die Hollanders in en er waren stukken wat dood en er was de 26e was zo en toen 27e werd aan die wapenstilstand gekregen, maar toen kregen we opdracht om in het veld te gaan, om de jongens op te halen. Ja. En dan wil ik één ding zeggen, als de Noord-Koreaan daar waren geweest, dan had ik niet gezegd. De Chinezen hebben helemaal, maar we keken wel op, maar ze hebben helemaal geen vuur geopend op ons. Dat hadden ze gewoon kunnen doen. Ja, ja ze hadden het goed, maar ze deden dat niet. Maar de Noord-Koreaan wel, die smeerlap. Die waren veel feller dan de Chinezen, ja. Heeft u enig idee in die nacht van die aanval op Stinky Hill, hoeveel munitie jullie verschoten hebben? Oh, nog een ander ding, dat schiet me net te binnen. Wij hadden die nacht erop, dat was vals alarm. Hm. Er werd in één keer geschoten en we schoten met alles. En ik weet niet, we hebben duizenden en duizenden... patronen hebben we geschoten en ook met de handgranaten. Maar er was niks door, er was vals alarm. Nee. En die Chinezen, of die dan boom lag, die hebben dat wel in de gaten, dat we wel paraat waren. Ja, 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 ja. Maar die Amerikaan, toen wij, laat maar zeggen, we trokken terug, want dat was 2 kilometer van ons ging terug, 2 kilometer van hun. En toen gingen we naar achteren toe en toen stonden we op die vrachtwagen te wachten die ons naar achteren bracht. En dan zagen we de vijand, de Chinezen, die hadden zo'n witte overal aan zijn. Mm. En die haalden natuurlijk die dooien op. Oké.
En die brachten ons in, die gingen we langs de weg naar achteren toe. En daar stonden die Amerikaanse howitzers opgesteld, de artillerie. Maar bent u ook dicht bij de Chinezen geweest? Heeft u, want de, toen de wapenstilstand... Nee, nee, nee? Van Philadelphia. Oké. Okay. Maar die Amerikaan, die, we gingen langs die artillerie door. En dan was het de schild, de Amerikaanse schildwacht, die presenteerde het geweer voor ons. Om Douwe Bezing die heuvel heb kunnen houden. Ja, 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 ja. Nee, we waren, ze waren gek met ons, hoor. Mooi, ja. En in die nacht, maar ook tijdens New Day, en, maar ook bij de aanval op Stinky Hill. Hoe bleef u wakker? Wat een nou, alert. Ik heb niet geslapen. Nee. Ik probeerde te slapen, maar ik kon niet slapen. Ja. Ik was ook aan het eind van die week, ik was helemaal over de slaap heen. Ja. Want toen wij in 18 kamp, in het kamp terechtkwamen, weet je wel. En al mooie schone laagjes en alles. En ik kon niet slapen. Constant alert. Ik probeerde te slapen, maar ik kon niet slapen. Nee. Kreeg u daar ook middelen voor, om alert te blijven? Om... Nee, we kregen niks, maar ik was al... Ja, ik voelde ook de hele vermoeidheid niet, alhoewel dat als je in de week, dan moet je wel met slaap, maar dat ging niet. Mm. Ik kon niet slapen. Maar u heeft niks toegediend gekregen, nee. Door om alert te blijven? Met geneesmiddel of, nee. Nee, nee. Maar als je met die ook niet, we konden ons ook niet wassen. Nee. Als je me toen hebt gezien, ik had aan de bejaarden. Nou, ik was geen blank meer, ik was een zwarte. Van de smerig. Ja. Heel de uniform helemaal smerig en dat. Ik zag er net hoe. Ik zag degene niet als een buitenlander. Oh, man. En, maar toen de aanval dus op Stinky Hill voorbij was, toen kwam u uw positie uit, die loopgraaf. En wat trof u toen aan om u heen? Want die Chinezen die hadden het nogal te verduren gehad. Ja, die hebben waarschijnlijk... die namen hun doorn wel mee. Wel. Dus ik heb die enige Chinees, die, dat is de eerste keer dat ik op patrouille ging, dat was die Chinees die... Ja, oké. Okay. Die lag er in het veld en dat werd doorgegeven met de Hans die gesnulde Chinees die hadden zo. Maar na die aanval op Stinky Hill was het niet zo dat er rondom de stellingen nog veel Chinezen lagen? Nou, die lagen... die waren van de vorige aanval, die ben toen ook gesteld, maar die waren in ontbinding. Ja, want er gingen een paar jongens die gingen op het troeien en die trappen op zo'n lichaam, die is helemaal opgeswollen. Mm. En dan kon ik. Ja. Sting. Nou, als je een hap, laten we zeggen, weer van die sierresjes. En als je door een hap deed, dan had je ook net zo of je een hap van het lijken lucht. Ja. En toen werd het bataljon dus van Heuvel 340 Stinky Hill afgenomen. En waar gingen jullie toen naartoe? Oh, toen ging we bleven overdag en het was we waren van plan om die dag erop naar Poussin te gaan, mm. begraafplaats. Maar dat ging niet door, want daar lag al een schip in die haven door. En die bracht ons naar Sasebo in Japan. Oké. Okay. En daar kregen we dan die Amerikaanse uniform. Ja, want toen gingen we op R&R. Ja. Mm. Was en het zo? Als je praat over de snelheid van de trein, die, dan kun je nagaan, dat was je. 53. En die trein, die hoor je ook helemaal niet. Ik weet niet wat ze doorgedaan hebben, maar
je kon wel iets horen dat het over die rails, maar die ging onnoemelijk snel. Ja. Maar was het zo kort nadat u de wapenstilstand op 27 juli 1953, dat u ook zo kort daarna al op R&R ging? Toen ging ik op R&R. Maar was het zo kort achter elkaar dat u... Ja, okay. Ja, dat was zo 5 dagen. Want dan was het nog een tijd, die moesten we wachten op transport. En dat was een passagiersschip en dat was gelukkig een Marseillaise of zoiets. Mm. Dat was een passagiersschip. En nou, we gingen aan boord van de passagiers, die officieren, die hadden het wel goed. Die kregen de kajuit weer al en die kon dan ook een beetje fiddelen met die... Maar met de Marseillaise bent u terug naar Nederland gegaan? Of niet? Nee. We zijn van de Marseillaise, zijn we van hieruit, zijn we naar Saigon. Dan hebben we nog 4 dagen in Saigon geweest. Mm-hmm. En van Saigon ging met hetzelfde schip, dat ging toen naar, terug naar Frankrijk. Ja, okay. Maar ik heb van die Fransen, daar moet ik niks van hebben. Mm-hmm. Want we kregen eten. En dan die lui die daar op die schepen werken. En ik keek in dat aan de rijst. Ik denk, oh lekker. Gaat verdamme. Er zaten vol met vliegen. Rijstvliegen. Gaat man, ik zeg. Een ander die was meer zo, ik zeg, maar kijk, rot om. En het bleek Vivian tegen die communisten gevochten. En dat waren communistische, die waren lid van de communistische zeebond. En toen is sergeant die is naar de kaptein gegaan, kaptein Rauwe, en die vertelde dat zo, en die liet dat ook zien. Oh, zo die kaptein zei, dat is niet, dat klopt iets niet, zeg. Want de Nederlandse regering betaalde voor ieder soldaat die terugging naar Nederland, daar werd transportkosten betaald. En toen had die kaptein ding die... kaptein Rauwe gezegd, hebben jullie ook koks? Kaptein Rauwe zegt, we hebben een stuk of 4, 5 goede koks. Nou, had ik Frans maar gezegd, ga naar de bevoorrading en help jezelf door. En toen hebben we help goed gehad. Ja. Maar toen had ik de belly vol van die verrekte rot Fransen. Ja. Maar toen u, want u bent dus voor die tijd dat u weer terugging naar Nederland, nog op R&R in Tokio geweest? Ja, dat was die 5 dagen in Holland's House. Heeft u die 5 dagen in het Holland House gezeten, ja? Nee, we werden overal zo'n beetje, weer wel. Ja, je had zelf de gelegenheid om ook ergens te staan. Kon je gewoon. Nou, we hebben naar de shows geweest. Ernie Pyle, die is genoemd naar een verslaggever. Mm-hmm. En er zijn geweest en er is een andere show geweest. Nou, en toen die 5 dagen afgelopen was, toen dan moesten we op de transportkosten, weet je wel. Dus in plaats van 5 dagen in Tokio, hebben we langer geweest in Yokohama. Dat is die haven, die ligt daar bij Tokio. En daar gingen we van door. Kwam die boot aan en daar ging we aan boord, die Franse passagiersschip. Ja, ja. En toen was het meteen al de reis naar huis toe? Ja. Oké. Ja. Nou, vier dagen in Saigon West. En daar was... Maar u had in Tokio een Amerikaans uniform aangemeten gekregen. Een heel mooi uniform. Dat was niet hetzelfde kleur. Deze was meer een tropische. Heel mooi. Kaki. Ja. En die foto die heeft, die zal, ik denk, mijn pleegdochter wel in Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. En dat stond ook heel... En met dat uniform bent u naar huis gegaan. Ja. En toen ik dan kreeg nog een week verlof dan. En dan moest ik die... Ik had eigenlijk in beroeps kunnen blijven, maar ik deed dat toen, daar had ik geen zin aan. Maar ik heb er later wel spijt van gehad. Ja. Want ik ben jongens tegengekomen. Die een die diende bij de luchtmacht en die andere is een beetje mariniers. En ook
aanvoer en dat. Maar nee, ik denk, oh, ik had er eigenlijk niet zoveel zin aan om mee. Maar ik heb er wel spijt van gehad. Omdat die jongen ik zo... Ik probeerde nog weer in dienst te komen, dat ging doen. Nee? Nee? Omdat die andere jongen zo'n carrière hadden gemaakt naar Korea. Wat voor een werk heeft u toen gedaan? Daar ben ik teruggegaan in textiel. Ik ben eigenlijk een weven, textielweven. Ja. Wie van ik. Weer bij de oude werkgever? Ja, oude werkgever. Teruggegaan. Want die heeft aan de Lage Borrelstraat, die liep daar. Mm-hmm. Maar die straat is niet meer, daar is een huis gebouwd. En daar heeft ook die fabriek gestaan van Heek. Mm. Maar iets verder terug, Ter Keul is dat. En die is dus een maatschappij en die maken Polaroid. Oké. Okay. En Polaroid dat was toen Ter Keul. Mm. En toen kwam ik terug. En toen heb ik nog een tijdje hier gewerkt en toen ging ik terug naar, wat is dat ook alweer, de Lage Borrelstraat. En toen ben ik, ik was van plan om te immigreren naar Canada. Ja. Daar was ik druk mee bezig. En in welk jaar praten we dan over? Dat was in... 54 ongeveer zo'n beetje. En ik was van plan, had 's middags, Ben was dat, die kwam van halfweg ons al. En dan gingen we gewoon, we gingen niet naar huis toe, we gingen praten met elkaar. En toen vertelde ik dat zo, dat ik zo met Canada, oh zeg, ik moet naar Nieuw-Zeeland, ik al, heb ik ook gedaan. Maar die gooi in februari gooi ik naar Nieuw-Zeeland. Ik zei, oh, nou, ik zeg, waar ligt Nieuw-Zeeland eigenlijk? Mm-hmm. Dat wist ik helemaal niet. Ik wist wel Australië. Nee, zeg, en dan liet hij me dat zien. Nou, zeg, dat ben 2 jaar, dat is Nieuw-Zeeland. Ik zei, oh. Maar het mooiste kwam, ik had alles van elkaar. En toen ging ik, toen zegt hij, hier moet Nieuw-Zeeland, daar kom ik van Nieuw-Zeeland, daar kom ik alles van elkaar. Maar mijn plan was geweest om naar Canada, Vancouver. Ik kwam in Nieuw-Zeeland aan, dat was de 5e januari ging ik met de immigrantschip, de Waterman, gingen we naar Nieuw-Zeeland toe. Maar wie ik nooit zag, dat was Ben. En toen ben ik in 62, ben ik nog 5 jaar terug geweest in Nederland. Oké. Okay. En... Wat voor werk had u in die tussentijd in Nieuw-Zeeland? In de tapijtfabriek. Ook weer, carpet factory. Mm. Maar mooi werk ook. En ik loopte op die stationplein. Daar was die bus, daar was toen nog, die stond, nu stond ze gewoon op een ander parkeer. Maar daar stonden ze allemaal. Ik keek in die bus, ik denk, verrek. En ik zei, hey Ben. Ik zeg, wat doe je hier dan? Ik zeg, je hebt me verteld, ik zei, je zon naar Nieuw-Zeeland. Ja, zeg, mijn oom die woonde erop tegen en je was verloofd en je verloofde die woonde ook niet. En daar ben ik nooit in Nieuw-Zeeland aangekomen. Ach. Ik zeg, ik ben de mooie. Ik zeg, ik was verpland met Canada. Ik zeg, ik eindig top in Nieuw-Zeeland. En hij is nooit gegaan. Ik ben later in 60 ben ik weer teruggegaan naar Nieuw-Zeeland. Ik was toen getrouwd weer met die Engelse vrouw. Nou, en dan ben ik vandoor van tot ik weer voorgoed terugkwam in Nederland. Toen is mijn vrouw is toen overleden. Mm. En dan ben ik in 67 ben ik voor 3 maanden hier geweest en ook in Engeland. En ik zag dat wel. Ik denk, nou, dat ziet er aardig goed uit. Terug naar Nederland. Ja. En toen kwam dat met het gevalletje van die makelaars die je huis. Ja, toen kreeg ik dat bericht van. Toen heeft hij. Dat kost je niks. Die maken dat in orde dat ze het thuis verkopen. En zo is het gebeurd. En toen ben ik in 88
ben ik nog in Tasmanië geweest. Daar ben ik verschillende keren geweest. Dat is onderaan dit stuk, dat is Tasmanië. En daar ben ik nog door naar het westen. En toen kwam ik terug, goedkoop reizen. En toen heb ik besloten om terug te gaan naar Nederland. Hè. Ja. En zo is het gekomen, zo kwam ik terug in Nederland. En dat was in welk jaar? Dat was in 98. Ja. Want ik heb mijn pleegdochter wat verteld. Ik zeg, John, ik zeg, I'm going home. Oh, John zegt, I expected it. Ja. Weet je wel, ik heb het wel gedacht. U had wel heimwee. Ze zegt, good luck, she said to me. It's your country, she said. En je wilt terug naar Nederland. Ga je terug naar Nederland. Ja. Maar ik heb altijd nodig, heb ik altijd wel contact met haar gehad. Hmm. Ik heb er voor de kerst, een paar dagen voor de kerstdag, en ik heb nog gebeld. Altijd ook een beetje geproot. Want zij is. Ik ben in 58 getrouwd met die Engelse vrouw. En zij is in 1960 is ze getrouwd met die jongen. En hij had een goed beroep. Hij was ook in het militair bij de luchtmacht in Nieuw-Zeeland. En toen hij zijn dienstplicht had gedaan in Nieuw-Zeeland, toen is heeft hij zich aanmeld als een vakman bij Air Nieuw-Zeeland. Okay. En door heeft een hartstikke mooie baan. Hij kreeg. Ik kreeg die opdracht om de andere landen te gaan voor de reparatie van vliegtuigen. Okay. En daar was hij heel goed in. Ja. Bent u nog wel terug geweest in Korea? Ik ben één keer terug geweest en dat was in 2015. Okay. Maar dit jaar, dan gaan ze er ook in het binnen. Hè. Als ik geld genoeg had, dan ga ik ook wel weer. Ja. Hoe vond u dat toen om weer terug te gaan naar Korea? Nou, ik keek mijn ogen uit. Ja? Oh, want het was alles kapot geschoten. Ja. En ik kom in Hoensan, of in Hoensan, in Incheon. Ja. Daar is dat luchthaven door. Ja. En er is ook een haven voor die scheep. Ja. En we arriveren met eer. Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij. En dat was ook zo mooi. Ik zit op. Ik was niet de enige, maar ook een andere veteraan. Er waren er twee. Mm-hmm. En ik zit gewoon te wachten op Schiphol. En het Gommis, die heeft ons wel heel mooi met geholpen. Ook met de papieren en alles. Ik zit zo te wachten. En er was net toevallig die ene, was gelukkig een andere officier. Hensing of ik weet niet wat die naam was. En ik zit daar wachten en dan komt er een. Er was die kapitein van het passagier, dat was een Amerikaan. En hij had dit gezien, wel. Ja. Ah, hij zei, you been in Korea? Ik zei, yes. Ik zei, in de 38th American Infantry Regiment van de 2nd American Division. Ah, ik zei, ja. Yeah. We have done a very fine job, he said. When you come with us flying, you're always welcome. Mooi. En er komt er ook nog een Zuid-Koreaanse jongen, dat was een student, kwam bij mij. En die schudde de hand en zei, thank you very much, soldier. Heel erg voor hun te helpen. Ja. Nou, en toen was dat ongeveer 11 uur vliegen, was dat geloof ik, of 10 of 11 uur. En toen kwamen we naar Incheon aan. Ging je met de bus naar Seoul, dat was ongeveer anderhalf uur met de bus. Maar ik keek de bus, ik dacht, je kende het helemaal niet weer. Nee, ja. Het was flatgebouwd, weet je wel. Maar, veel hoger dan hier in Nederland. Maar doet u dat wat, dat u het land waar u toch ook voor gevochten heeft zo welvarend is geworden? Ja. Want toen we in Korea aankwamen als soldaat, de mensen die hadden niks.
Ja, die werden natuurlijk beschermd omdat de Amerikanen hadden dat gebied, dat was in de handen van de Verenigde Naties. En die mensen, die waren nou, dat waren eigenlijk boeren en dat weer wel. Maar die werden, nadat die wapenstilstand kwam, en toen begonnen ze dan op te bouwen. En dan heb de meeste mensen, die werden al gewoon naar die industrie, de elektronisch. En dan zag je ook mensen rijden met een auto, maar niet met die kleine autootjes zoals je dat hier ziet. Nee. Allemaal grote wagens, ja. Japan zijn ook Duitse wagens en de Amerikaanse wagens. Hoe kijkt u nu terug op uw keuze dat u naar Korea bent gegaan? Ik denk er heel vaak aan. Ja. Sommigen zeiden, hey, helemaal geen spijt van. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik heb een klein steentje. Heb ik bijgedragen. Ik zeg dat het communisme daar nooit de basis geworden. Ik zeg, en het volk van Zuid-Korea die is ons. In ons dankbaar, maar ook al die andere geallieerde jongens die daar gevochten en die er ook gestorven hebben. Maar als ik ook nog eens een grote prijs ben, dan heb ik Francis, François. En die heb ik gezegd, ik zeg, als ik ooit een grote prijs ben, en ik zeg, dan gaan we daar mooi naartoe. Ik zeg, dan neem je moeder mee, want je vader is daar ook geweest, die is hier gewoon overleden, die is gestorven. Weet ik zeg, dan neem je moeder mee, je zuster mee, mm-hmm. en je man die gaat mee, en die andere man gaat mee. Ik zeg, en dit waarschijnlijk neem ik wel een paar meer mensen mee, want dan kan ik dat anders doen. Dat zou mooi zijn. Nee, maar dat doe ik. Dat heb ik gezegd. Je zou heel graag weer terug. Ja, ik zou weer graag weer rondzien. Als ik nog eens een voldoende geld had gehad, dan was ik een mensen weer bewaren, wel weer gewoon. Maar dan gewoon een andere keer. Ik heb. U heeft er zeker geen spijt van uw vrijwillige inzet. Mooi.